Mijn naam is Theo van der Boogaert. Ik werk bij de Hogeschool Utrecht bij de lerarenopleiding. De lerarenopleiding wiskunde om precies te zijn. En ik doe in mijn onderwijs heel veel met het delen van materiaal met collega's van andere hogescholen en andere universiteiten. En dat doe ik om de kwaliteit van ons onderwijs en met name de kwaliteit van ons lesmateriaal zo hoog mogelijk te krijgen. Want door samen te werken breng je allerlei expertises bij elkaar. Hè? Ik pretendeer niet dat ik op alle onderwerpen nou de beste uitleg kan geven of de beste voorbeelden kan noemen. Je kunt door samen te werken, hou je ook scherp. En bovendien inspireer je elkaar natuurlijk door dat te doen. En er zit ook tijdswinst in, want als je samenwerkt, dan kun je soms ook tijdsintensieve aspecten van materiaalontwikkeling, ja, die kun je verdelen met elkaar en zo de tijdslast ook verdelen. Hoe ziet dat in de praktijk uit? Ik ga er één voorbeeld van laten zien. Dat is deze website. Deze website hoort bij een cursus en die bestaat uit twee delen. Eén deel is contextspecifiek, dus echt voor deze opleiding bedoeld. En dat is zo omdat ik heb gemerkt dat studenten het fijn vinden als je gewoon ook kunt verwijzen naar dingen die specifiek hier bij de Hogeschool Utrecht spelen. Maar het andere deel van die website is dat niet. En die heb ik uit open repositories gehaald, waar ik dus met collega's aan gewerkt heb. Bijvoorbeeld, ik laat maar één voorbeeld daarvan zien. Hier een pagina waar heel veel videomateriaal staat. En op die videofragmenten, één keer figureer ik. Maar de andere keren zijn het allemaal collega's van elders en ook mensen uit het beroepenveld. We zijn een beroepsopleiding, dus intensief, tijdsintensief iets om te maken. Maar als je dan één keer hebt gedaan, dan kun je dat meteen delen met collega's en zo de kwaliteit van je materiaal verhogen.